Hallo, ik ben Thibault Bastien, ik ben 23 jaar, ik ben junior researcher van Antwerp Management School. Komen jullie kijken naar mijn werkdag? Met Antwerp Management School werken we aan het project My Talent for Diversity. Dat is een Europese studie over het werk van mensen met een verstandelijke beperking in de normale economie. Dat is een betaalde job. Daar ben ik toch wel echt wel trots op. Voor mijn job moesten we interviews gaan afnemen op gewoon bedrijven waar dan mensen met een verstandelijke beperking in dienst zijn. Niet alle bedrijven konden we gaan interviewen. Daarom hebben we met de collega's een online vragenlijst opgesteld voor gans Europa. Dat was echt wel teamwork. Elk interview wordt besproken met het team. Van de online vragenlijst halen wij statistieken uit. Daaruit trekken wij conclusie en met al die informatie schrijven we een rapport. Ik ben verantwoordelijk hier voor het project. En ik heb Thibault ook aangeworven als inclusief onderzoeker op dit project. Omdat Thibault heel veel talenten heeft die we zochten. Hij is een geboren interviewer, hij is heel sociaal, hij legt heel gemakkelijk contacten. En hij kijkt naar die werkelijkheid op een andere manier dan wij kijken. Het project wordt beter en rijker doordat Thibault erbij betrokken is. Ik ben Thibault, zijn directe collega. Wij werken heel nauw samen. Thibault is heel handig met smartphone, met laptop en met apps. En ondanks het feit dat Thibault het een beetje moeilijk heeft met lezen en schrijven, kunnen we dat volledig vermijden door een goede taakverdeling en ook dankzij de moderne technologie. Ik ben de buddy van Thibault en ik ondersteun hem hier in de organisatie. En help hem ook met praktische zaken zoals bij Excel bijvoorbeeld. Toen mij gevraagd werd om zijn buddy te zijn, heb ik dat met veel plezier aanvaard. In mijn rol als HR officer vind ik het heel belangrijk dat ik actief meewerk aan inclusie op het werk. Daarnaast is het voor mij persoonlijk waardevol omdat ik zelf een broer heb met een beperking. En ik weet dus uit eerste hand hoe moeilijk het kan zijn voor hen om een kans te krijgen op de arbeidsmarkt. Thibault is heel positief ingesteld en blijft in elke situatie heel kalm. En dat is een heel goede reminder voor mezelf dat als iets niet loopt zoals verwacht, dat ik niet hoef te panikeren. Ja, toch kei plezant om Victoria en Bruno te hebben. Daar kan ik veel aan vragen als mijn rechter collega er niet is. Behandel iemand zoals Thibault, zoals eigenlijk iemand anders in de organisatie, zonder te bevoordelen of te benadelen. Ik denk dat het heel belangrijk is om te luisteren en veel vragen te stellen, zodat er een ruimte wordt gecreëerd waarin zij zich veilig voelen om hun eigen inbreng te geven. Ik vind het belangrijk dat er een goede band is tussen de buddy en de persoon zoals ik. Wel, we hebben in een eerder project al samengewerkt met mensen met een verstandelijke beperking. En we hebben daar toch wel geleerd dat extra ondersteuning welkom is. Om vooral ook de mensen maximaal in te zetten op hun talenten. Als ook om hen een warme welkom aan te bieden in de organisatie. En meer nog, we doen dat vandaag eigenlijk voor al onze medewerkers.